Hallo kijkers van IT, ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met Personage Tech. De volgende van ik ben ik hier gebleven en we gaan vandaag in ieder geval weer verder met het bouwen van deze shit. Ze zijn hier nog niet helemaal klaar mee. Ik wil vandaag dus gewoon eventjes een veilige omheining gaan bouwen om dit deeltje heen. En nou ja, zodat alles even gefixt is, zal ik maar zeggen. Ik ga mijn gevangenen hoeveelheid ook eventjes een beetje omhoog gooien, even zien. Nou, ik denk dat we wel iets van 400 gevangenen in kunnen. Dus we gaan deze even omhoog krikken. Dus ik wil nog even wat meer van die zwaar beveiligde gevangenen. Lijkt me misschien wel verstandig om even wat meer inkomen te krijgen. Want ons geld, dat is echt heel laag op het moment. Want ja, we hebben gewoon bijna alles gebruikt waar we mee starten deze gevangenis. Dus dat zal wel gaan betekenen dat we binnenkort wel eens eventjes naar een nieuwe gevangenis toe moeten gaan. Want wow, dat is wel bijna 2 miljoen. In ieder geval, ik ga dus eventjes, deze veilige omheining die kan dus gewoon weg. Vanaf hier. Pakken we dit gewoon helemaal. En dan hebben we gelijk ook nog even zo'n patrouille een stuk. Komt hier ook nog wel een deur in te zitten. Zodat ze daar ook nog even natuurlijk deur kunnen. En dan moet ik het eigenlijk wel een beetje voorzichtig aan gaan doen, lijkt mij. Oké, deze die kan dan gewoon weg. Tot hier. Dus deze aflevering zou ook wel wat korter zijn. Dit vind ik ook altijd heel irritant. Maar we hebben eigenlijk al best wel een grote gevangenis. Best wel knap. Hoge capaciteit naar 500 gevangenen. Ah, dat komt dan wel. Eén sterfgeval. Nou, ik ga ook weer eens even kijken naar een grondig onderzoek. Zodat dat ook even gefixt wordt. Oké, wanneer wordt dit gesloopt? Hoge prioriteit. Dan had ik wel even een beetje gas aangelegd. Dat is altijd wel mooi. Damn, er wordt toch best wel wat gewonden. Oké, graas. Oké. Hoppakee. We hebben in ieder geval deze aflevering, deze cellblok wel zo goed als compleet. Ja, het is nog niet compleet. Vanwege dat gewoon heel wat waterleidingen nog niet aangesloten zijn. Maar daar moeten we eventjes op gaan wachten, lijkt mij. Ja, dat is ook natuurlijk wel even verstandig. Maar ja, er moeten ook gewoon nog heel wat wc's komen. Dat is ook een ding. Lekker gigantisch dit park. Ach, het park. Nee, het is geen Rollercoaster Tycoon 2. Deze gevangenis is best wel groot. Als ik hier al mijn geld een beetje in heb gestoken, damn. Vraag me af of ik de volgende cel of volgende gevangenis dan ook zo groot ga maken natuurlijk.
zijn nog best wel veel plaatsen met, nou ja, de waar ze kunnen onderzoeken. Ik vind het ook wel een beetje raar. Laat 10 gevangenen slagen voor het basisonderwijs, maar eentje gedaan. Zal vast wel een reden hebben, maar ik zal niet weten precies wat. Nou, dat vind ik wel weer prima. Meep. Zo. Ja, nee, dat zie ik. Oh, geef dat weg, maar daar. Ah, scheiße. Ik heb net dit gebied zo mooi gemaakt en dan ontstaat er gelijk alweer een maatje. Kunnen die brandweermannen wat sneller hier komen? Ja, dankjewel, want deze hele zelf ook beginnen weer af te branden. Ja, en daar gaat je geld weer. Mag je dit weer allemaal mooi gaan lopen repareren? Oh, dat is zo fijn. Oh, en de breakdown nog helemaal. Heb ik daarom gevraagd? Nee, maar wat wordt het alsnog gedaan? Ja. Tuurlijk was er altijd rellen gepleegd. Ze hebben gewoon wat tegen mij ofzo. Ons loopt hier ook een beetje te roken en alles. Hele vloer ook wel weer helemaal stuk. Oh, brandjes hier gewoon gekomen. Hoe dan? Oké. Nou, hier mag er gewoon weer een betonnen vleurtje in komen, net zoals hier. Oké, nu even de stroomleiding en waterleiding weer even fixen. Lijkt me ook natuurlijk wel even verstandig, want die zijn ook helemaal doorgebrand. Nou, deze die gaat gewoon hier helemaal rechtdoor, lijkt mij. En waarom zit hier geen waterleiding? Het gaat precies hetzelfde voor hier. Waarom worden dan weer stukjes overgeslagen? Dat snap ik gewoon niet. Of niet, of wel. Niet een van de twee. Hè? Dat is logisch. Oké, gewoon hier alvast eventjes wat. Van die waterleiding even aan proberen. Daar mis weer een stukje, hier mis weer een stuk.
Oké, ik denk dat ik nu alles wel een beetje heb. En het probleem is dat hier alles wel een beetje in de hens heeft lopen staan. Ik dacht gewoon een balvakkertje mist. En honden trainen. En een schoonmaker. Die moet natuurlijk ook wel. Oh nee, dat is geen goed idee. Om hier weer een stroomleiding op aan te leggen, want dan gaat weer klats. Dat gaat niet leuk vinden. Waarom is hier ook een stukje gras afgebrand dan? Ja, oké, okay, omdat het precies naast een stroomstraal zit. Vind je het gek? Daar weer lopen rellen. Wat er gaat plaatsen, ik snap het niet. Gewoon wat dung 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 dung. Waarom? Geen idee. Ook helemaal niks van. Ik had toch zo de cel neergelegd, niet anders. Oh, iemand heeft al op kotsen. Lekker. Maar wat? Ik heb dat 10 minuten toch al lang gefixt. Zeg ze dat het niet gefixt is. Dankjewel, Discord, voor het bericht. Waar is die wasruimte? Hier. Hoppakee, 1 wasruimte, niet gelijk 3 of zo. Daar had ik toch ook al aan de stroomleiding aangesloten. Stroomkabels. Stroomleiding, wat is dat dan ook weer voor woord? Dat is geen Nederlands woord. Die moet ook aangesloten worden. Deze moet aangesloten. Deze. Die. Die zijn allemaal nog niet aangesloten. Ik snap niet waarom. Nou, dit is in ieder geval wel weer aangesloten. Dus dat is wel positief. Even zien. Wanneer wordt die stroomleiding nou eens aangesloten? Hier, dat is beter licht. Daar kunnen we wat mee. Maar waarom is hier nog steeds geen waterleiding aangesloten? Ik heb overal die waterleiding aangesloten, behalve deze game hier gewoon een kuur of zo. Overal iedere rij afgestreept en afgebakend. En dat geldt precies hetzelfde van deze vloer. Want waarom is deze vloer dan niet zo mooi? Waarom is dat nog steeds verbrand? Ik snap hier helemaal niks van.
papa was wat meer schoonmakers aannemen, denk ik. 50, vind ik goed. Wat meer atjes. Misschien nog wat meer tuinmannen. Even 10 meer koks. Die gaan het op. Die gaan het in de keuken ook wel even nodig hebben, denk ik. Nou, dat incident is in ieder geval weer klaar. Behalve hier. Mis nog de waterleidingen. En dan is het goed. Oké, ze komen eraan. Oké, dan zal hij. Zo. Nee, die hou ik gewoon. Deze hou ik. Zo, toch wel. Nou, maar ik ga nu in ieder geval deze aflevering weer afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond. Geef een like en abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie nog een keer weer. Later.